Wij staan hier in de oude pastorie, aan de Postelstraat. Jullie zijn hier komen wonen, komen werken. Vertel eens meer. Ja, wij hebben dit als werkruimte in gebruik sinds een paar maanden. En we zijn heel blij dat we dit hebben, dat we hier mogen werken. Nou sta je naast jouw vriend, heb ik begrepen. Ik ga even naar jou toe. Jij werkt ook samen met haar of je werkt helemaal apart, binnen een aparte discipline? Nou, we werken zeg maar in gescheiden ruimte. Want als je aan het werk bent, dan ben je geconcentreerd op wat je aan het doen bent. En dan is het fijnste om invloeden van buitenaf zoveel mogelijk uit te sluiten. Om dan het beste te kunnen werken. Dus we hebben gelukkig hier ieder zijn eigen ruimte. En ja, het is een fantastische plek. En wij willen graag dit delen met de mensen van Moergestel. Dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig wat jullie hier doen. Kun je vertellen wat jij voor werk doet hier? Ik maak schilderijen en tekeningen. Nou, ik maak schilderijen en beelden van stieren. Dat is een thema waar ik al heel lang mee bezig ben. En ik ben daar heel erg door gefascineerd. En nou heb ik hier een hele mooie werkplek gevonden. Dicht bij huis. En dat is fantastisch om hier te kunnen werken. Beïnvloeden jullie wat dat betreft ook het werk van elkaar, of niet? Vertel eens. Dat zal ongetwijfeld al gebeuren. Omdat je als eerste het werk van elkaar ziet. En ik denk dat we zelf, dat we ook allebei een beetje dezelfde dingen belangrijk vinden van wat je maakt. Het is niet zozeer dat we zeggen van die kleur zou ik in het schilderij doen, maar meer in grotere lijnen van de intentie waarmee het werk gemaakt is en de energie wat het werk heeft. Of dat daarin zit en dat je dat dan bij elkaar bevestigt van of een werk goed is of niet goed is. Ik word langzamerhand nieuwsgierig naar jullie werk. Zullen we eens gaan kijken, zullen we eens rond gaan lopen? Een gedeelte van het jaar verblijven in Spanje, want ik vind het belangrijk om dicht bij mijn onderwerp te zijn. En dan maak ik schetsen live bij de stieren. Dat moet ik dan heel voorzichtig doen, want het zijn hele schuwe dieren. Ze zijn wel heel gevaarlijk, maar toch heel schuw. En als je dan tegenover zo'n enorm dier staat met enorme horens, dan wil je dat ook overdragen in je werk in hetzelfde formaat. En toen heb ik besloten om deze stierenkop te boetseren. De stieren die reageren heel erg op beweging. En ik blijf heel erg stilstaan, omdat ik niet wil dat die stier weg gaat rennen. En dan kunnen ze je zo aan blijven kijken. En dat heb ik met dit beeld willen uitdrukken. Dat je de kracht voelt, maar ook die ingehouden onvoorspelbaarheid van de stier. Dus zeker als je tegenover dit beeld gaat staan en je ziet die horens, dan krijg je echt een beetje het gevoel alsof je tegenover een echte stier staat. Dat is mijn uitgangspunt geweest bij dit beeld. Waarom heb je het thema vrouw gekozen? Want daar zie ik in meerdere schilderijen van jou terug. Het is een beetje een onontkoombaar thema als je zelf een vrouw bent. Tenminste, in mijn geval is dat een soort van noodzaak om met dat thema iets te doen. Omdat ik vind dat als kunstenaar moet je gewoon vanuit jezelf volledig werken. En alles geven wat je hebt. En dat is wat ik in mijn werk Ja, als ik zo naar jouw schilderij kijk, dan is het een krachtig figuur. Juist, dat zie je goed. Ik wil graag de kracht van de mens benadrukken en zeker van de vrouw. En ik wil ook graag dat als mensen naar mijn werk kijken, dat ze die energie voelen die ik daarin heb gestopt. Want ik werk heel explosief. Ik ben heel lang bezig om naar een werk toe te werken. En dan opeens dan ga ik op het doek zetten, ja. Ja, ook jouw hanteringswijze wijst daarop, hè? Ja, ik werk met zulke penselen en het is allemaal een explosie, zeg maar, van het moment.
vertellen over dit werk is, een stier is natuurlijk ja, heel sterk en onvoorspelbaar, maar alles wat leeft is ook tegelijkertijd heel kwetsbaar. En daarom vond ik het zo spannend om juist de stier in aquarel te schilderen. Dus een hele tere techniek, omdat je met water schildert en transparant. Dus eigenlijk dat contrast van dat stoere van een stier en het kwetsbare wat het heeft, dat vertegenwoordigt heel mooi deze techniek. Maar deze techniek is ook een manier van schilderen. Als je een streek neerzet, dan moet die ook staan, want je kunt eigenlijk niet corrigeren. Dus eigenlijk past dat ook weer bij die stier, want je moet meteen een krachtige streek zetten, wat eigenlijk die stier vertegenwoordigt. En om zo'n grote aquarel te maken, je kunt dan het papier niet rechtop houden om te schilderen, want omdat je met water schildert, dan gaat het water meteen lopen. Dus wat ik doe is, ik rol een groot vel papier uit over de grond en ik sta dan letterlijk in mijn schilderij. En doordat ik zoveel schetsen van de stier gemaakt heb, dan zit die stier echt in mij en dan kan ik in het grote gebaar die stier eruit laten komen. En om dan toch een beetje overzicht te houden, heb ik een trapje in mijn atelier staan, klim ik hoog in de trap om een beetje afstand te krijgen om te zien wat ik op de grond geschilderd heb. En ja, dit is één werk daarvan. Is ook een van mijn kernwerken, vind ik. Het thema vrouw en paard zit hierin. En dat is eigenlijk ook een thema waar ik al heel lang mee werk. Omdat een paard is voor mij heel belangrijk. Belangrijke bron voor mijn werk. Een soort van muze misschien. Als ik naar dit schilderij kijk, en ik denk de gemiddelde kijker denkt zo, van... Is het een vrouw? Is het een paard? Kun je daar voorstellen dat sommige mensen daar heel raar tegenaan kijken? Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo'n probleem. Dat ze dat er niet in zien. Ik hoop dat ze ervoor gaan staan en dat ze het in zich opnemen en willen toelaten. En dat ze de energie voelen die het werk teweeg zou kunnen brengen als ze daarvoor openstaan. Dat vind ik vooral belangrijk. En dat ze daar misschien ook een bepaalde kracht uit kunnen putten. Dat is wel echt mijn missie. Van het thema stier ben je ook geïnteresseerd in het thema hond de laatste tijd. Klopt toch, hè? Ja, dat klopt. Het is bij de stier begonnen. Dat komt omdat ik van sterrenbeeld stier ben. En eigenlijk alle verhalen die rondom de stier bekend zijn, die hebben altijd mijn aandacht getrokken. Dus dat begint bij de rotstekeningen vroeger uit de oertijd. En mythologische verhalen, religies waar de stier een hele belangrijke rol bij gespeeld heeft. En nou blijkt dus dat bij die rotstekeningen naast de stier ook de hazewind werd afgebeeld. Het is een heel oud ras. En dat triggert mij dan om daar in mijn werk iets mee te doen, zodra er een diepere laag in zit, een langere geschiedenis of veel verhalen die daaraan vastzitten. Dat maakt het spannend om met zo'n onderwerp bezig te zijn.